Ik kan niet eeuwig gaan nie voor ik. Zonder ik. Zonder jullie portal. Wat zie ik? Hi guys, welcome back to my channel. I'm Keely. For those of you guys that have not seen this face before, please do subscribe and turn on that notification bell so you guys can be notified whenever I upload a new video. For my returning subscribers, thank you for tuning back in. You guys are the real ones. I'm happening because you're happening. Keep it up, right? Keep it up. For those of you guys that are just scrolling on by, I hope you see something that you like and join the K-Fam. You know, do better. Yeah. Today I'm doing an Afrikaans tag. Disclaimer, I have had Afrikaans in primary school and high school, and I had it on high level for one semester in grade 12. So I'm not that terrible, but I don't think I'm that good either, but we shall see, we shall see. Okay, so I'm filming with my phone, so I had to write the questions on here. And there are about 26 questions, so I'm gonna try to just do all of them. I want to answer all of them, so I'm just gonna, you know, answer and not have an explanation like I always do. Okay, let's get right into it. Some questions are in Afrikaans, some are in English, so I'm gonna ask them the way they are. Okay, I got my bonakwa, because your girl be getting thirsty while talking. Also, don't mind my hair, you guys. It was a busy day. It was a busy day today, and this is, yeah, this is what's happening right now, okay? Okay, first question. What do your names mean? Egetwe nama. Kengeda, betekan vs pervis. Yeah, vs pervis for them funny world. Yeah, that's what Kengeda betul of betekan. Uyama, betul of betekan om teretinam self, the word self. Uyama betekan teret. En dit kom van die vers wat sê, God het mense gered. Ja, so. Gunstelinge seisoen. Ek sal sê somer, ek en winter is nie maaikies nie, so, ja. Waar studeer jy en wat? Ek is by NAST. Ek studeer besigheid bestuur. Ek dink is toch bestuur, management. What do you enjoy doing most when you were growing up? What did you enjoy doing most when you were growing up? Ek was still mastot kind, en ek het baie bome geklim en kar in die sand gery en in die straat gehardloop. So dit was my gunstelinge ding om te doen toe ek klein was. Ja. When were you born and when is your birthday? Ek was in 1998 gebore. En verjaarsdag is op die 18de juli. Okay, what is your favorite thing to do during your free time? Ek sal sê lees, ek hou nou baie van lees of om te lees. So ek sal sê lees, ek hou myself bezig met nieuwe resepte ter wereld. Ek leer nieuwe resepte hier en daar, so dat is een van die ding wat ek nou doen wanneer ek tijd het. Okay, do you do sports? Nee, ek het sports gedoen toe ek in hoërskool was. En ook primêre skool. Maar as ek nou sports kies om te doen, sou ek basketbal kies. Ja, van netbal vir my was net te girly vir my. Ja, nee, of miskien is net my skool, maar ja. What's your biggest fear? Die eerste een is slange. Ja, kom ek sê nie te ene, slange nie, ek hou nie van slange nie, ek verstaan hulle nie. Favorite fruit, ek kan nie vrugte eet nie, ek is allergies vir vrugte en paar groente, so as ek moes kies, of moet kies, of so, of as ek kon gekies het, so ek kiwi is dit, ons toch kiwi in Afrikaans. Nee? Ja? Ok nie. Tik daar asjeblief daaronder en sê vir my wat is kiwi in Afrikaans. Want ek so die enige kies ek. Die is baie lekker. Ek het roomijs, ek het die kiwi's roomijs probeer, die flavor. Ja.
Gans de lang plek in Namibia. Gans de lang plek. Gans de lang plek in Namibia. Voor mij is het altijd waar mijn mensen is of hoe ik met die mensen tijd in een specifieke plek gespendeerd heb. Zo is niet altijd een plek voor mij, nie. Het is altijd waar die mensen is, mijn mensen is. So, ik zal zeggen, die strand is een, eerste een. Ik heb goede tijden. Nee, kom ik ze niet goede tijden. Bij die strand gehad. En die anders is mijn ma's huis, mijn oma's huis, hier waar ons, hier, ik en mijn zuster. So, voor mij is altijd waar die mensen is. Ik denk, die strand is niet de enige plek, maar plek. Maar die rest is net waar mijn mensen is. So, mijn gunsteling plek in Namibia is die strand, enige dorp wat die strand heet. Your favorite quote. Ik hoop bij van Shakespeare. En dat is die quotatie wat ze. Ik zal dit eerst in Engels proberen. Ik zal dit eerst in Engels zeggen en zal ik dit in Afrikaans proberen om te zeggen. Uneasy lies the head that wears the crown. Wat is uneasy in Afrikaans? Onrustig, lê die kop wat die kroon dra. Ja, so. Ek weet nie hoekom nie, tuis van hierdie my gunstelinge kwotasie, maar dit is. Vir die rede dit is toch. En as is 'n baie mooi kwotasie. Ek voel soos, ek voel dit sê baie. Nee, ek voel dit sê baie. So ja. How you met your boyfriend. Ek het nie okay nie. Ja, ek het nie okay nie. Gunsteling maaltyd om by 'n restaurant te eet. Met gunsteling restaurant om en om te maak. My gunsteling maaltyd om te maak is chicken alfredo. Ek weet nie hoe mens chicken alfredo Afrikaans sê nie. Maar dat is chicken alfredo. Ik heb nooit bij een restaurant geëet nie. Mijn gunsteling restaurant is The Farmhouse of Farmhouse in Ochop. Hulle het baie lekker pizzas. Ik denk ik heb nooit mijn gunsteling maaltijd daar geëet nie. Maar ja, so, ik zal uitgaan en misschien zal ik een baie lekker maaltijd eet wat zal mijn nieuwe maaltijd raak dan. Dat zal ik voor jou zien, nee? Oké. Your favorite place to go on vacation? Ik zal Swakopmund kiezen. Mijn mensen is daar, mijn familie is daar, ik heb familie daar. En dat is de strand. Favorite. Favorite. Future. Future in Afrikaans is toekomst. If you had the chance to go anywhere in the world today, where would that be and with whom? Exo Washington DC kiss. Ik wil die bibliotheek van Congres of Congres. Ik ken nie hoe. Ek dink is Congres, maar is miskien verkeerd. Dit is die grootste biblioteek in die wêreld. So ek het vir julle gesê ek hou nie van lees, so ek wil graag baie dinge in die biblioteek gaan lees. Ja, basies. As ek met 'n ander plek kies, sal ek vir Bora Bora kies of die Maldives. Ek weet nie hoekom nie, maar net die feit dat daar's huise bo die see. Nee. Hulle is bo die see gebou of julle verstaan ons wat ek wil sê. Ja, so, dit is vir my baie interessant. Is baie interessant. Okay, favorite place to go on vacation. Future. Favorite movie. Ek is nie 'n flicks gal nie. Ek is nie 'n flicks mens nie. Ek is meer wat is series in Afrikaans? Ek is meer 'n reeks. Ek dink is reeks ons.
Ik denk dat het reeks. Ja, maar nee, het is meer een reeks. Meisje. Of mens. Zo. Flicks. Venstelange flicks. Dat is. Fall from Grace. Ik denk, ja, ik zal Fall from Grace. Dat is bij lekkere flicks. Ja, zo. Ik ken deze trailer, mijn gunsteling energie, want dat is ook Steel of Mongolia's. Maar die African-American version van Diana, die een paar Queen Latifah in speel. Zo, ja. Yeah. Dat is ook Taxi. Dat is bij, zo ik ken, ik denk niet het gunsteling flicks niet. Maar ja. Yeah. Do you drink? Ja, ik drank. Kan jullie zien? Ik heb hier een waterbottel mee. Het was hier. Ik heb ook weer gedrank. Zo ja, ik drank. Maar ik weet wat je bedoelt. Zo ja, maar ja, ik drank toch. Ik drank. Oké. Okay. What is the one thing you want to achieve in the future? Uiteindelijk onafhankelijkheid. Ik denk voor mij is baie belangrijk. Ja. Uiteindelijke onafhankelijkheid. Dat is de een. What do you do when you have a self-care day? Mijn zelfzorg daar is altijd op een zondag. So, ik sta vroeg op. Dan doe ik oefeningen. En soms kijk ik die spreek. Nee, die zondag spreek. Op YouTube van CRC's en hulle doen dit altijd op YouTube. Hulle gaan live nee, op YouTube, dan kijk dat op YouTube of ja. En soms lees ik niet mijn Bijbel. Na oefeningen, wat dan ik, dan eet ik. Ik is niet recht ochtend eten. Ik hou niet van ochtend eten nee. Wanneer ik dit doe, eet ik een beetje lach. Zo ik ook bij van ouds of dan pap of brood. En ik hou van warm showers of warm bad. Nee. Net daar hou ik bij van warm water te drinken. Soms drink ik warm water wanneer ik opsta. Soms is die hele dag of die ochtend terwijl ik dingen doe, zoals schoonmaken of wat ook al. Maar dan drink ik warm water. Mees van die zondag doen ik ook mijn haren. So, ik doe ook mijn haren. Als ik gevlecht is, haal ik die vlechtsels uit. Of als ik mijn haren eet, dan was ik mijn kop. Wat doe ik? Dan zit ik in de zon. Ik hoef van die zon. Dan zit ik in de zon. Brand ik me veel lekker. En lees boeken of een boek. Soms lees ik niet naar muziek. Mijn gunsteling. Gospel artist is Tasha Cobbs, Maverick City, Hillsongs, United, of al die Hillsongs, dat is ook een derde ene, al drie van hulle. Wie nog? CRC, al die CRC's muziek. Ik het baie, maar ja. Zelfzorg. Ik denk dat is toch al. Ik hoop van stilte, of ik ga zitten altijd waar daar niet geraas is, nie. So, dat helpt voor mij om te denken, van als er baie mense is. Ik kan sit nie en net denk, terwijl daar baie mense is, maar soms nodig het net die stilte. Nee, so, ik hoop van die in een leeg kamer te sit en net denk. Ja. Count to 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, oké.
Do you miss pre-COVID hobbies? Do you like the hobbies routine you started when lockdown came? And what hobbies, what are the hobbies you had and have now? Okay. Nia, ek mis nie voor COVID, stokperkies nie. Want hulle was nie baie gezond nie. My stokperkies of routine voor COVID was altyd rondom my skoolwerk gebouw. Of gemaak, of geplan. So het was nie gezond nie. Die stokperkies wat ek nou het, is vir my baie gezond. Want ek het tyd vir myself, ek oefen en ek het tyd vir my gedagtes. So, dit is vir my baie belangrik. My stokperkies wat ek nou het is oefen om vroeg op te staan. Ek probeer om gezond te eet en eindelijk net baie te eet nie, want ek eet nie baie nie. Soms eet ek nie baie nie, maar ek probeer nou. So, ja. Gezond kos te eet, baie lees, vooral boeken wat nie my schoolboeken is nie. Nieuwe inhoud te skep vir YouTube en vir myself, wat ek ook kan leer, en wat nog, nieuwe recepte te leer en te kook. Wat nog? Ek hou van in die son in te sit of te leek. Ek weet nie hoe kom nie, maar ek hou baie daarvan. Dit is vir my is baie lekker. So, dit is nou my nieuwe stokperkies. Voor COVID het ek net my skoolboek gelees en mense reis gehelp en kindertjies opgepas en ek drink nou ook baie water. So, dit is ook 'n stokperkie. Dit is niks, ek weet. Hoe is die stokperkie? Ek weet, maar dit is. En wat nog, voor COVID het ek net boeken gelees. Ek het my skoolboeken gelees, kinders opgepas, of vir my sister en die mense waarmee ek saam bly, attentie gegee, en ek het baie uitgegaan en gedrink. Ja, ek drink. Nie water nie, ek praat van die ander drank. Ja, en dan nog, ja, is al. En miskien is het goed gedoen, so. Dit was nie gezond nie, vir my was dit nie gezond nie. Ok, if the house burns down, God forbid, what are the four things you will grab and run? Ok, ek sal my phone vat, van alles is aan my phone, my ma's nummer, my pa's nummer, my sister's nummer, my ma's nummer, alle nummers wat ek nodig in my leven is in my phone. Ek weet toch my ma's nummer, my pa's nummer. Ek leer nog my sister's nummer, maar ja. My handsak, van my beursie is in my handsak en my ID goed en creditkaart kies of kaarte is in my handsak of my beurs. My toilet tas, van ek nodig my tanden borsel en in 'n extra onderbroek en pets goed uit, pentelijn is goed uit, je weet, anything can happen anyway, enige iets kan, enige dit gebeur, stang jylle, maar ja, so, my toilettas, en miskien wat, my waterbottel, ek kan nergens gaan, sonder my bottel, die is baie belangrik, water is baie belangrik, maar ja, die laaste vraag. What types of movies do you like and recommend? And what type of series do you like and recommend? Ek kyk nie baie flicks nie. Ek is 'n reeks type mens. Maar daar is baie lekker flicks daar in die wêreld. Of ek dink die wêreld daar. Iewers. Daar is. Die wat ek gekyk het was A Fall from Grace, Think Like a Man, al twee van hulle, maar ek dink mees van julle toch wat gekyk, en ek dink mees van julle het ook A Fall from Grace gekyk, maar ja, Steel Magnolias, die African-American version van Diana, die ene waar Queen Latifah speel,
Sorry. Flix. Man of Honor, dis baie lekker. Is 'n baie ou, is 'n baie ou, nie, maar is 'n baie ou flix. Is 'n ou flix, maar is baie lekker. Man of Honor. Die nuwe Fast and Furious, dit was nie so lekker vir my nie, maar ja, ek sal tog daai nog recommend. A Quiet Place, die tweede ene, is 'n ou flix, maar is baie lekker. My tipe flix is enigiets wat aksie, horror. Wat is horror in Afrikaans? Aksie, horror, comedy, romance, romantisch. Romance is romantisch, of romantisch is romantiek. Ja, maar ik wil weten wat ik van praat, sorry. en dan nog wetenschap ficties, fictional science fiction. Science fiction is wetenschap ficties. Ik ken niet enige fictie-achtige ficties ook al voor mij, zoals The Meg. Ja, zo dat is nou die flicks wat ik zo. Wat ik zou doen. Wat is recommend in Afrikaans? Ik ken niet wat recommend in Afrikaans is, nee. Wat is recommend in Afrikaans? Zeg voor mij alsjeblieft wat recommend in Afrikaans is. Ik voel zoals die woord is op mijn tong, maar dat wil niet ik kom niet. Nee. Oké. Okay. Die reeks wat ik, die type reeks wat ik van hou, is ook actie, drama. Drama en comedy moet altijd saam wees. Of romantisch of romantiek. Tijd en drama moet saam wees. Ik hou net nie van romantisch. Net alleen nie. Nee, dit moet saam met iets wees. Dit moet tenminste romantisch in action of romantisch in drama of actie. Sorry, in actie of romantisch in drama of romantisch in horror. Ik weet niet wat horror is nie in Afrikaans. So net een van die twee of drie van hulle. Dit kan net nie een ding wees nie. Behalwe actie, drama en horror. Die drie kan alleen wees, is alright. Maar romantisch moet met iets wees. So vir my is dit baie lekker. So, daai is die tipe reeks wat ek van nou, ek self, ek sou vir Orange is the New Black, die nuwe seisoen. Wat is recommend? Wat is suggest? Wat is suggest in Afrikaans? Aan wat? Aan. Ek ken nie wat recommend is nie. Die woord wil nie uitkom nie. Nee, dit wil nie uitkom nie. Maar, Orange is the New Black. Ja, is baie lekker. Die nuwe seisoen is baie lekker. Grimm. Die is goed. Die is reeks wat op Netflix is nie. Grimm. Ek hou van Grimm. Ek dink is ook oud, maar ek hou van Grimm. Blacklist. House of Cards. First Wives Club. Maar hierdie ene is nie, dit is nie op Netflix nie, of ek het dit nie op Netflix gekyk nie. Maar House of Cards, First Wives Club is ook baie lekker. Black Lightning. Never Have I Ever. Wat nog? Atypical. Ik spreek zeg maar daarna, Atypical. Dat is ene man. Dat is ene wat my gunsteling ene is, maar ek kan nie die naam onthou nie. Ek kan nie die naam onthou nie. Daar hulle is baie. Working moms, ja, ja. Dit vloek baie en daar is baie sex scenes, maar dat is baie lekker. So, maar daar kry ons die type reeks wat ek van hou, net van die lys af, kyl kan sien ons toch. So, ja, ons het na die einde van die video gekom. So, as jy hierdie video geniet het, like dit asseblief en tik daaronder watter part van die video of watter stukkie van hierdie video
was bei Letter Vergiller. En subscribe en deel die video naar jullie zijn vrienden, familie, basis in een gemeenschap wat toch, wat jullie denken zal toch, zal jullie video van hou, nee? En ja, zo. Anyway, we've come to the end of this video. Thank you for tuning in, and I hope you guys enjoyed my, you know, little African take. I know I'm not that, I'm not good, but I know I'm also not terrible. Like, I'm not terrible. Am I terrible? Please tell me if I'm terrible. I like learning, like, new languages. I'm busy with Spanish. It's very difficult, but I'm busy with Spanish right now. So, yes, do comment what you liked about the video, your favorite part of this video, and please, please, please tell me the correct names or the correct pronunciation or the correct way to say it. Say some things or some words in Afrikaans that I couldn't say, you know, because I like learning. So once more, thank you for tuning in. Please like this video, share, and subscribe. Do not forget to turn on your notification bell on so you get notified whenever I upload a new video. As for me, it is goodbye. See you guys in my next one.